De eerste voorbereidingen worden al getroffen in de Sint-Willebrorduskerk in Waalre. Elk jaar is hier de provinciale dodenherdenking en dat is niet voor niets. Achter mij zien we de ereschilden van Brabantse militairen die gesneuveld zijn in alle oorlogen waar Brabants aan deelgenomen hebben. Stichting Herdenking Brabantse Gesneuvelden organiseert de dodenherdenking in Waalre. Maar daar komen steeds minder jongeren op af. En dat zou komen omdat het in de meivakantie valt. Veel jongeren zijn op vakantie en het is zo lastiger om scholen erbij te betrekken. Ja, maar dat verandert met de datum toch niet? Nee, daar geloof ik niks van. Misschien dat ze dan een andere opzet moeten doen, maar niet de dagverzet. Dat maakt mij niet uit. Nee. Nee, wat is al zo lang geleden. Dodenherdenking is dodenherdenking. Het wordt al meer dan 60 jaar zo geherdacht. Ik vind dat moet gewoon zo blijven. Het zou doodzonde zijn als je provinciaal je doden wilt herdenken. Dan moet je dat doen op de Nationale Dodenherdenkingsdag en dat is 4 mei. Maar, zegt de organisatie, er komen te weinig jongeren. En die gaan op vakantie in die week. Ja, ik denk dat je dan veel meer aandacht op de scholen moet geven om de kinderen, de jeugd erbij te betrekken. En dat is niet afhankelijk van een datum, maar dat is gewoon van de voorlichting op de scholen om de jongens erbij te betrekken. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat dit nieuws nu al naar buiten zou komen, zo vlak voor de dodenherdenking. De voorzitter van de stichting wil daarom pas na de dodenherdenking reageren. De provincie Brabant laat weten het geen slecht idee te vinden en zegt de stichting te steunen. Naar welke datum het dan verplaatst zou moeten worden, is nog onduidelijk.